7. Het is maandagavond. Het is weer tijd voor een nieuwe NEC Update podcast live. We hebben het weekend weer achter de rug en het is tijd om bij te praten over de wedstrijd van afgelopen weekend. Dat was natuurlijk de wedstrijd tegen AZ die verloren werd met 1-0 in Alkmaar. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. In de studio weer aangeschoven RN7-verslaggever Nick Rokers en Harold Bastiaans. Harold, ook een goede avond. Zo, het weekend is geweest. En we kunnen weer even gewoon doorgaan. Moeten we doorgaan met nuilen op wat er is gebeurd in Alkmaar of... Nou ja, kom maar op. Kunnen we best doen. En dan we gaan even terugblikken. Jij gooide straks iets in onze groepsappje, zeg van dramatische seizoenstart. Ik ga eens uitzoeken hoe dat is geweest. Maar is dit dramatisch dan zo, de seizoenstart? Nee, het is niet dramatisch. Het is meer in de zin van als je gewoon even scorebordjournalistiek, je verliest nu 2 keer. Ja. Nou, tegen Twente en AZ, dat kan. Ja. Op de manier hoe van tegen AZ kunnen we het zo meteen wat uitgebreid over hebben. Maar goed, als je 1-0 verliest van AZ, gewoon midden in het seizoen, kijkt er niemand echt naar om. Maar goed, het is ongelukkig omdat het nu de eerste 2 wedstrijden zijn. Ja, dan sta je toch weer met 2 wedstrijden met 0 punten, net als vorig jaar. Dat stoorde mij een beetje, omdat ik het idee heb dat NEC altijd wel slow starters zijn. Het is nooit dat wij eens een keer na 3 wedstrijden 9 punten hebben of eens hoog staan. Ja. Dat hebben we dus even allemaal bekeken. Maar het is. De NEC zijn echt slow starters. En dat is dit seizoen dus weer het geval. Maar goed, laten we even wat dieper ingaan op AZ. Er werd gestart met dezelfde basis als tegen FC Twente. Ja, veel keuze had Rogier ook niet, Harold, hè? Ja, ik heb de bank niet bekeken. Ik kwam later pas. Ik vind het jammer dat hij start zo. Ik vind. We hebben best wel een creatieve speler. Sontje Hansen, als hij erin komt, gebeurt er altijd wat. En ik zie hem niet spelen. Nee. Ik vind Sano op linksbuiten vind ik ook niet de hele sterke plek voor deze speler. Ik denk als wij het team van de eerste wedstrijd Twente, als de kwaliteit van die wedstrijd geplaatst wordt in de wedstrijd tegen AZ, dan hadden we die wedstrijd denk ik gewonnen. Ja, dat klopt. Want ik vond AZ namelijk ook heel slecht. Ik heb wel echt zoveel ballen in de 16 gezien. Die crosspassen, die schoten op het goal. Die naast ging op 1 of 2 meter. Dus ik denk dat we heel veel geluk hebben gehad. Want wij waren nog slechter. Ja, jammer. Ja, ja. Ik denk als we dezelfde kwaliteit hadden neergelegd op de mat. Zoals tegen Twente. En dat was op sommige momenten best goed. Dan hadden we daar niet hoeven verliezen in ieder geval. Nee, dat zo zagen volgens mij de meesten het ook wel een beetje, hoor. Ik wat begreep, want AZ was ook niet goed. Qua opstelling ook eventjes. Hij koos wel voor een verandering, want Robert speelde in de spits in plaats van Oaisa. Hoe vond je dat uitpakken? Ja, vooraf zei hij bij ESPN zei hij ook, ik denk dat het voor deze wedstrijd dat hij meer in de bal kan komen, dat het beter is. Dat zei Rogier Meijer. Ik vond Oaisa een zwakke indruk maken. Ik vond hem niet echt heel overtuigend. Nou ja, Robert die heeft bijna geen bal gehad volgens mij. Want het waren alleen maar lange ballen vanuit achteruit. Ja, wat moet je daarmee met je 1? Hoe lang is hij? 1,69 of zo? Ja. Nou, dat ga je niet winnen. Heel ongelukkig. Ja, uiteindelijk voor de goal. We hebben dan bijna geen momenten gehad. En die momentjes die we hadden, die kwamen dan of van Eunal. Wat ook niet heel gelukkig allemaal uitliep. Dus het was allemaal, eigenlijk allemaal net niet. Nee. Of een heleboel niet. In ieder geval niet. Nou, je hebt gelijk hoor. Ik ben het ermee eens. Maar het centrale duo achterin is heel statisch. Spelen eigenlijk hetzelfde. Als je die wedstrijd goed terugkijkt. Of de volgende wedstrijd bekijkt. Kijk maar als deze 2 spelers weer spelen. Die spelen alles breed. Ja. Er wordt niks diep gespeeld. Als je op een gegeven moment Sandler terug hebt. Dan gaat Proper ook weer beter voetballen. En als je daar Sano voor zet. Nou ga ik op de plek zitten van de trainer. Dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar als je dus een as hebt met die 3 spelers... dan heb je natuurlijk een heel technisch vaardige as. En dan kan het heel mooi worden. En zet je daar een paar technische vaardige spelers aan de zijkanten... Dan kan het weer heel leuk worden. En Koki die is weer terug. En ik hoop dat hij gewoon, als hij straks weer wedstrijdritme heeft, dat hij gewoon weer dat gaat doen wat hij vorig jaar ook deed. En dan is er niet zo heel veel aan de hand. Nee, ja, ik moet zeggen, we hebben vorige week een discussie gehad over Marques en Ross. Nou ja, Marques die heeft me niet echt heel goed daarin gezet. Want het was echt, verschrikkelijk gewoon. Het was echt die bal, die man die schiet gewoon alles over de zijlijn. Totaal geen rust in zijn spel vond ik. We weten dat hij dat heeft in zijn spel, maar dit is niet de Marques die wij
voor zijn vertrek hebben gezien. Dus ik weet niet wat er in Nürnberg allemaal is gebeurd, maar... Nou ja, hij heeft hij in ieder geval niet veel gespeeld. Dus, nee, maar ja, kom op, waar komt dit ineens vandaan? Nee, maar ik denk dat hij pas tot zijn recht komt op het moment dat je ook een ander voetballender team hebt als wat je nu ziet. We staan gewoon stil. We komen ook niet die middenlijnen over. Nou, dat begint bij Roefs. Roefs is, die heeft de afgelopen wedstrijd geprobeerd om wallen op te bouwen. Dat viel mij op. Hij wel een paar keer gewoon die inspeelpaas op de voorstopper of op de laatste man. En dan vervolgens gaan opbouwen. Nou, dat ging erg fout op een gegeven moment. Dat was bijna de 1-0 volgens mij. Ja, in de openingsfase had hij tegen die Groningen. Ja. Ja. Maar als je de lange bal speelt, er is niemand die bal op kan vangen. Nee, omdat je geen lange spits hebt. Je hebt geen aanspeelpunt. En de buitenspelers kunnen het ook niet. De 10, ja, dat is Oaiza, dat hebben we tegen Twente gezien. Die kan het ook niet. Proper gaat het ook niet voor je winnen. Wat hou je dan over? Ja, Mees Hoedemakers, maar die staat vaak tussen de verdedigers in. Ja, die vond ik wel goed. Ja, ongelukkig overtreding, maar die vond ik trouwens wel goed spelen. Die vond ik een van de betere afgelopen wedstrijd. Was het ook niet gewoon de verdienste van AZ om te zorgen dat een Proper niet aangespeeld kon worden over Sano? Nou, ik vond Proper ook wel echt matig hoor, zaterdag. Dat had weinig met AZ te maken. Ik vond Proper heel erg tegenvallen. Ik kan me herinneren, in de tweede helft had hij een bal ook weer. Een diepe bal, ik weet niet wat het idee ervan was. Maar die ging weer zo ver over de zeilen. En dat was echt niet des Propers. Goed, ja, dat kan een keer. Maar... om te zeggen, de verdiensten van AZ, daar doe je AZ echt veel eer mee. Want ik vond AZ ook niet groot, hoor. Ja, AZ was gewoon matig. Was gewoon slecht. Als wij met hetzelfde team vorig jaar daar gespeeld hadden, we dik gewonnen. Ja. Met de ogen dicht, want ze waren gewoon echt niet goed. Het was echt zomeravondvoetbal. Ja. Echt. Ja, we hebben vorige en ze week... maken zich ook best wel zorgen daar in Alkmaar. Ja, dat snap ik dan niet, want dat zal toch wel goed komen, denk ik. Ja. Met zoveel maar tegen Almere hadden ze dan ook wel moeilijk. Ze hebben vier goede spitsen, heb ik gehoord vorige week. Ja, dat is wel ik wou er nog eentje meenemen. Ik heb al wel ruimte op de achterbank, maar dat gebeurde niet. Nee. Nee, maar ja, dat is misschien altijd wel dat die ploegen dan inderdaad als het twee keer moeizaam gaat, dat ze gelijk in paniek supporters. Is natuurlijk ook wel een beetje gelijk. Wat jij ook zegt, van we staan nu ook op 0 punten na 2 wedstrijden. En op DM'tjes zijn allemaal foto's van op teletextpagina van dit kan toch niet schande. Supporters zijn gewoon zo. Meijer oud. Ja, die zag ik ook weer voorbij komen. Ja, maar dat is volgens mij ook iets wat erbij hoort bij ons. Hè? Meijer oud. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik denk dat Meijer het helemaal niet zo verkeerd doet. Maar die is ook afhankelijk van wat hij binnenkrijgt. Hè? Nee, maar ik zie mensen dat serieus reageren. Ja, dat doen ze altijd. Dat kan toch niet? Nou, dat komt omdat we namelijk een club zijn waarvan iedereen vindt wat hij mag vinden. Ja, maar... En dat gebeurt dat... We ergens op slaan. Want als je van... Kijk, ik zeg wel net van we hebben de eerste wedstrijden verloren. Dat ziet er lullig uit. Maar het is tegen AZ en FC Twente. Wat ik net zeg, als dit gewoon in een seizoen gebeurt, is er niks aan de hand. En dan gaan mensen nu alweer lopen nuilen. Met Meijer oud of dit is niet en dat is er allemaal niet. Ja, we hebben geen spits. Ja, we missen misschien nog echt een creatieve team. Maar kom op, we zijn 2 keer niet weggespeeld. Ik vind dat ik op de plek van de supporters moet blijven zitten. Ja. Ik snap wel dat ze dat doen. Omdat ze namelijk teleurgesteld zijn. Die mensen die werken de hele week, die komen thuis en die willen op zaterdagavond een voetbalwedstrijd zien. Of die gaan zelfs nog mee naar met 750 man naar Alkmaar toe. En vervolgens krijgen ze dit voorgeschoteld. Ik snap best wel dat ze teleurgesteld zijn. Ja. En dat kan volgende week over zijn als je met 5-1 wint. Pek Zwolle. Maar het gaat nu even over het moment. Als je die mensen daadwerkelijk in een meeting zet met Meijer, dan is er niks aan de hand. Dan kan er gewoon een gesprek komen. En dan zegt hij, joh, we zijn 2 wedstrijden bezig. Waar gaat het over? Ja, ik was emotioneel. Ja, dit, ja, dat. Ja. Maar dat is wel het supporter zijn. Tegen Twente had je nog wel momenten dat je denkt van, nou ja, weet je, je wint dan niet van Twente. Maar je zag ook op een gegeven moment ook nog wel eens wat momenten dat ik, ja, het loopt wel. Hè. Je begint wel een beetje te lopen. Ze spelen een beetje een spel. Dat hebben we tegen AZ niet gezien. En ik denk dat ze daarom een beetje inderdaad ook wel zorgen maken. En ze heeft toch altijd ieder seizoen minimaal 3-4 wedstrijden waarin het gewoon niet gaat. En het is ook een opbouw, hè? Want vorige week, zaterdag, heeft Meijer gezegd, nog 2 dagen en dan komt er een spits. Ja, nou, we zijn iets meer dan een week verder. Ja. En hij is er nog niet. Hij is er wel, hij is terug. Koki. Ja, Koki inderdaad. Dat grapje maakte hij bij mij ook al. Maar... dat is misschien ook wel, was ook misschien niet heel erg handig van Meijer om dat dat was niet handig, maar ik denk dat het... laten we gewoon... Is dat zo? Ik ben ervan overtuigd dat Meijer dat pas zegt als hij er ook vanuit gaat dat het zo is. Dus het is al wel weer een kink in de kabel. Ja, hij zei ook, ik voer de druk lekker op. Ja, maar en wat ik begreep was het ook niet een afgeketste, maar duurt het wat langer.
Maar ik denk, nou, als het wat langer duurt. Het kan ook zijn dat het een buiten Europa en dat je iets met werkvergunningen, dat de visum nog niet helemaal rond is. Want dat kan soms ook lang duren. Saudi-Arabië zag ik voorbij komen. Ja, maar die was het niet. Die was, ja. Nee, dat zeggen ze. Ja. Maar ik geloof ook niet dat je dan echt zo duidelijk in de media gaat zeggen van nee, die is het echt niet. Nou, dat is in het verleden wel vaker gebeurd, hoor. Nee, ja, kan. Maar goed, wie het ook is, hij is er niet. En nee. We moeten het doen met Koki. En ik was al lang blij dat hij erin kwam. Ik moet zeggen, hij mist echt wedstrijdritme. Ja. Dat is ook wel leuk om weer even terug te komen op die Marquez. Die heeft vorig jaar het hele seizoen niet gevoetbald. Dus die mist echt voetbalritme. Maar goed, ja. Ik denk dat Koki, met Koki dat we 2-3 wedstrijden verder zijn. Dan moet het ook weer goed zijn. Ga ik vanuit. Hij kan goed voetballen. Hij kan goed voetballen. Ja, weet je, de wereld ziet er inderdaad heel anders uit. Wat je al zei, als je gewoon van PEC Zwolle bent. Ja. En dat, als ik heel eerlijk ben, dat denk ik ook dat het gebeurt. Want ik heb PEC Zwolle ook gezien. Dat is het ook nog niet. Nee, maar we gaan zo meteen horen hoe het in Zwolle staat. Want we gaan bellen met Nico Wantia van RTV Oost, wie PEC Zwolle volgt. Dus dan horen we alles hoe het daar erbij staat. Want die hebben ook niet echt een hele beste seizoenstart dit jaar. Nog andere dingen over AZ. Ja, laten we even naar het doelpunt. Want het was een overtreding. Zover kon ik mee zei van ik speelde de bal. Maar ik kan me voorstellen dat je wel een overtreding vergeeft. Gele kaart vond ik het niet. Nee, maar misschien een gevaarlijke kan wel. Ja. Maar wat deed de keeper? Was hij fout? Ja, dat was niet goed. Nee, hè? Maar dat heeft hij zelf al gezegd. Dat hoeven wij niet meer te herhalen, denk ik. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, van, het is een fout. Want ik vind, als je een fout maakt, dan doe je iets echt helemaal niet goed. Ja. Ik denk dat hij deze had kunnen hebben. Dat is het meer. En dan, ja, of je dan overtuigend goed naar de hoek duikt of goed staat, dat weet ik niet. Maar ja, dit is geen grote fout, vind ik. Het is ongelukkig. En nou ja, weet je, hij heeft ook, moet ik ook wel eerlijk zeggen, hij heeft bij mij ook een beetje het voordeel van het twijfel. Want ja, we hebben Sillissen gehad. Nu hebben we Roes, staat er voor het eerst. Doe het maar even na. Ja, maar hij zegt zelf dat het niet goed was. Nee, daarom. Je zag het in zijn reactie. Ja. Het gebeurde aan mijn kant en ik zag het aan zijn reactie toen die bal erin ging, dat hij denkt, dat heb ik niet goed gedaan. Ja, maar ik las ook weer dingen van, weet je, het is een grote fout. Dan denk ik, nou, weet je. Als dat uiteindelijk het resultaat is. Het is wel eredivisie voetbal. Hè? We moeten die jongen volwassen behandelen. En hij is net begonnen. Maar dit was gewoon een fout. Dat zal hij ook niet meer doen. Want dat heeft hij zelf ook aangegeven. Dit was een fout. Leerproces. Ja, dat is een leerproces. Maar dat is ook niet erg. Nee. Maar het is wel een fout. Het vervelende is dat je daardoor met 1-0 verliest. Ja. En anders misschien gelijk had gespeeld 0-0. Want voor de rest had ook twee super reddingen. Hè? Dus dat ook nog. Ja, die laatste, bal die net eventjes zo tegen de lat aan tikte. Althans was hij er ook in gevlogen. Die had een Stijn van Gansel nooit gehad. Want die is te klein dan ervoor. Ja, Silas is ook niet zo groot. Nee, hè? Dus nee, ja, daar kwam hij weer goed mee weg. Dus, nou ja, nee, maar daardoor verlies je ook niet. Maar dat viel me vorige wedstrijd en deze wedstrijd AZ en Twente op. Dat hij op een gegeven moment op 1-op-1 met een spits van een tegenstander gewoon die bal voor die voeten wegtrekt. Dat vind ik wel knap. Dat vind ik ook wel leuk om te zien, moet ik zeggen. Hoor. Ja, dat heeft volgens mij wat. Maar hij heeft volgens mij ook lang gevoetbald nog naast het keeper. Dus dan krijg je toch iets meer balgevoel misschien in. Dan zou je toch mogen hopen dat hij wat beter kan meevoetballen. Waardoor het wat minder statisch lijkt allemaal. Ja, maar dan moet je ook weer de spelers voor je daarvoor zeker, hebben. Ja, zeker. En dat is nu ook nog niet. We hebben ook leuk dat er mensen ook reageren elke keer op alle social media. En ook op onze X krijgen we wat dingen binnen. Job bijvoorbeeld, die vraagt zich af, wat is er aan de hand met de corners? Sommigen komen niet eens van de grond. Ja, de dode spelmomenten, die zijn volgens mij sowieso een probleem op dit moment bij NEC. Dat is voor mijn gevoel al sinds de promotie, denk ik. Dat wij uit standaard situaties niet zo heel veel creëren. Vorig seizoen viel dat volgens mij wel mee, omdat in de positieve zin dat we dat wel deden op een gegeven moment. Maar ik heb wel een tijdje om het Schöne, vooral met zijn vrije trappen, dat werd dan vaak over gezegd dat die nooit meer in gingen. Nou goed, het is ook niet dat Schöne de 80 vrije trappen in zijn carrière heeft gescoord. Maar het is dit seizoen bijna weer hetzelfde. Matige corners, ook thuis tegen Twente, allemaal recht in de handen van Oenestal. Nou, nu alleen op het einde hadden we één gevaarlijke bal, dacht ik, van Robert. Ja, voor mij van Robert. Ja, dan wordt hij niet helemaal goed afgerond door Sano, want dan had zomaar de 1-1 kunnen zijn. Maar er zit nog wel wat in wat er even eruit moet komen. Ja, terwijl je toch wel een beetje wat kopkracht hebt, hè, met een Marquez en Nuitink. Marquez, Nuitink, Hoedemakers, zou je zeker kunnen doen. Nou, Koki ook, hè, die is ook weer terug, groot. Ja. Dus, maar daar halen ze toch maar weinig resultaat uit. Ja.
Ik vind alle dode spelmomenten van de tegenstander en van ons vind ik voor dramatisch voor ons. Wij doen helemaal niks met een corner, dat klopt. En ook niet met een vrije trap. Dat zie ik ook gebeuren, dat ballen of teruggespeeld worden. Dan zit je zeg maar op 60 meter, op 40 meter van het goal van de tegenstander en dan speel je terug. Dat zie ik ook een paar keer gebeuren. Ik vind dat zonde van zo'n... Je hebt niet voor niks daar die bal. Dus dan moet je naar voren toe. En dode spelmomenten van de tegenstander, dat zijn toch wel vaak doelpunten. Volgens mij zijn al onze doelpunten die we tegenkrijgen uit dode spelmomenten. Ook in de voorbereiding veel, uit corners. Dat is toch wel een probleem. Ja, voor Rogier een puntje om aan te sleutelen. Maar goed, dat zal hij vast wel doen. Dat doet hij ook, dat zei hij ook. En ik heb van de week een training gezien waarbij ze echt 20 minuten bezig zijn geweest om corners van links en rechts en links en rechts zowel verdedigend als aanvallend te oefenen. Ja, het is ook zo. Ik bedoel, we hebben denk ik allemaal zelf al gevoetbald en wel eens misschien een keer trainer geweest. Maar ik ben nu ook jeugdtrainer en iedere week hamer ik op standaard situaties. Dus dat zal Rogier ongetwijfeld ook doen. Jawel. Nou, hopelijk dat ze dan... Ik hoop eigenlijk dat het niet meer hoeft. Maar goed, als je zoveel betaald krijgt, mag toch een balletje wegkoppen. Nee, je moet maar eens kijken naar inworpen. Ja. 9 van de 10 inworpen die zijn bij de tweede bal voor de tegenstander. Hm. Nou, daar moet ik wel over letten. Ook bij de amateurs. Kijk maar. Ik neem het mee. Okay. Tenzij Van Rooij hem gooit, want die gooit hem in de 6. Dat is een flerksje. Ja. Over Van Rooij gesproken. Ja, er ging natuurlijk heel veel rondom Bart Van Rooij of hij naar Twente gaat. Daar is nog niet duidelijkheid over. Men zegt dat Twente wel verder aan het kijken is, maar toch zou er nog wel eens contact zijn geweest. Het bod is te laag in ieder geval, wat Twente heeft gedaan. Maar die gaf niet echt zijn visitekaartje af op het moment toen hij nog aan het spelen was bij AZ. Nee. Ja, daarna natuurlijk die hof vond. Je kan iedereen nu uitlichten, maar iedereen was gewoon is hij dan, matig. Ja, maar is hij dan... Hij werd echt een paar keer echt door de benen. Ja, is hij dan bezig met zoiets, denk je, Harold? Nee, ik denk dat het een speler is die ook een club hard heeft. Ik denk niet dat hij bewust de club en zijn supporters gaat benadelen. Dat denk ik ook niet. Maar misschien dat je toch in je hoofd de afgelopen week bezig bent. Het is natuurlijk een hele mooie stap die je kan maken als Bart Van Rooij zijnde als je naar Twente kan. Ja. En op het moment als NEC zoveel voor je vraagt dat je denkt van nou gaat hij niet door. Ik kan me ook een klein beetje voorstellen dat het niet helemaal lekker misschien is. Ja, dat denk ik ook wel. Het is natuurlijk wishful thinking inderdaad. En dat denk ik ook wel dat hij daar niet mee bezig is. Maar... Ik kan me toch wel voorstellen dat hij zo'n wedstrijd gaat. Nou, misschien is dit wel mijn laatste. En dit en dit. En ja, je weet niet. Zijn ouders waren erbij en zijn vriendinnen niet. Ja, misschien speel je niet helemaal vrij uit. Maar goed, weet je, dat kunnen we allemaal gaan gissen. Ja, dat weet ik niet. Alleen ja, dat die goed was. Ja, dat staat als een huis, ja. 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 Afwachten. Het is nog geen 2 september. Dat en ook Twente heeft nog geen vervanger. Dus, ik had ook een vraag van iemand. Nou, kom. Ja, schiet er maar in. Nee, waar is de opvolger van Madsen, Thierry? En dat is ook, dat vind ik ook, die mis ik ook gewoon. Ja. Ik mis gewoon een goede 10. Die creatieve 10, die is er niet, nee. En komt daar nog iemand? Weet jij dat toevallig? Is daar nog? Nou ja, wat het wensenlijstje, wat Rogier natuurlijk verteld heeft, is dat ze in ieder geval een spits willen, maar ook nog in ieder geval iets creatiefs voorin. Ja. Links en rechts willen ze vooral iets nog hebben, want dat is heel dun bezet. Ja. Maar dan hebben we dus geen 10. Nee, dan nou ja, goed, kies je er misschien voor om Sano of Robert. Ja. Nee, maar wacht even, Sano kan op 10 omdat wij dat vinden. Hè? Dat zal hij ongetwijfeld ook kunnen. Maar die jongen is, die is 20 of 19. Hij is gehaald als een 8. Hij wordt nu gebruikt als een linksbuiten. En ja, volgens jullie is hij ook een aantal keer op 10 gedaan. Matig, maar ja, misschien kan hij erin groeien. Hij heeft het ook op 4 gedaan vorig jaar. Ja, dat klopt. Maar dat was omdat het even niet anders kan. Als we het dan toch over spelers hebben, ik heb ook nog een vraag binnengekregen van Bart. Het zal niet Bart Van Rooij zijn, maar Marques of Nuitink? Als we moeten kiezen. Ja, dan Nuitink. Iemand moet op de bank, zo meteen, als Sandler weer terug is. 100% Nuitink in de basis. Ten eerste omdat je aanvoerder is. Ja. Nou, die heeft Rogier met een reden gekozen, dus eigenlijk ben je dan al uitgeluld. Maar ja, voetballend, ja, ik vind Nuitink, vorig seizoen was het begin heel... dunnetjes allemaal. Toen ging het vanaf de tribune van... hadden we Marques maar niet weggedaan. Nou, dat. En ik vind dat Nuitink ongelooflijk is gegroeid. En ja, moest er denk ik ook een beetje weer inkomen... bij het Nederlandse voetbal. En ik vind het een geweldenaar. Ik vind het top hoe die achterin staat. Voetballend, ja. Dat wil nog wel eens ongelukkig zijn. Ze laten hem vaak ook vrij, de tegenstander. Dat ze dan hem altijd in laten spelen. Ja, dat is wel zo. Ja. Ik kan me nog tegen Vitesse... thuis herinneren, dit is het heel extreem. Maar ik zou altijd vanuit een kiezen, aanvoerder, Nijmegenaar en gewoon een hele goede verdediger. Dat zou ik doen. Nee.
Ja, als ik moet kiezen tussen Marques en Nuiting nu wel. Maar ik vind Nuiting kan me ook nog steeds niet echt bekoren. Wel als mens, hè? Wel als voetballer, als NEC'er. Maar hij is heel erg gegroeid, die man is 36. Maar zou het koppeltje Sandler-Nuit... Want we gaan toch weer vanuit het volgende week hopelijk Sandler weer. Sandler-Nuiting zou dat een beter koppeltje zijn dan Sandler-Marques, toch? Natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar ik vind Nuiting nu naast Marques ook beter dan Marques. Ja, maar Marques is gewoon niet goed. Dus als je dus een keuze hebt tussen Nuiting en Marques... Maar dat wil niet zeggen dat ik nou zo'n fan ben geworden van Nuiting. Dat heeft meer te maken met dat ik Marques nog slechter vind. Ja, nou ja. Ik vind wel hoe hij ook afgelopen jaar heeft gepresteerd. Ik vond hem heel solide. Ja, ik heb heel weinig om Nuiting aan te merken eigenlijk. Tegen Twente had hij op een gegeven moment op eigen helft... ergens de hoogte van de middellijn en sliding. Dat ik dacht, nou oké, dat ziet er heel... Ja, dat was klasse. Maar ja, hij gaat daarbij wel in de fout met die 1-0. Ja, zeker. Ja. Ja, goed, weet je, hij is niet zo snel. En hij heeft inderdaad heel lang in Italië gevoetbald. En daar spelen ze gewoon anders. En dan is het voetbaltechnische gedeelte minder belangrijk voor een verdediger. Dat zie je wel. Ja. Nou hadden wij vorige week de podcast opgenomen. Toen hebben we het de hele tijd over een spits gehad. En een dag later komt er een nieuwe speler. Maar dat was geen spits. Dat was Thomas Aouyan. Ja. Wat vinden we daarvan? Oh. Nou, jij en Nick. We kijken elkaar allemaal aan. Ja, ja, nou, ik denk... Want het was een naam die we niet al eerder hadden horen vallen. Ja, nou, dus... wel eens vorig seizoen heeft hij ook wel eens Nijmegen geland, die naam. Maar daar kan ik me niet heel veel goed mee herinneren. Maar ja, ik vind het een goede speler. Ik vind het goed dat ze hem halen. Ik las ook dingen van, ja, misschien niet goed voor de bank. Hè, want het is een grote naam, goede speler. Heeft bij Schalke prima gedaan. Maar ik vind het goed, want Verdonk zit nog een jaar in zijn contract. Dus zijn laatste jaar, dat gaan we allemaal vanuit. Als hij nu niet gaat, ja, dan loopt hij volgend jaar gratis de deur uit. Heb je in ieder geval iemand op de bank zitten die dat zo over kan nemen. Ook hij mist wedstrijdritme. Of tenminste, ja, heeft de zomer nergens getraind, want hij was transfervrij. Dus hij sluit nu pas weer aan, kan weer fit worden. Nou, tegen de tijd dat we zover zijn dat Verdonk wellicht weg is in de loop van dit seizoen. Of weggaat, omdat zijn contract voorbij is. Heb je daar gewoon iemand staan die het gelijk over kan nemen. Plus je hebt een hele goede 12e man. Ja, en het biedt ook, want ik vind dat de laatste wedstrijd ook aan het einde van het seizoen, maar ook nu Verdonk ook nog niet meer op zijn niveau wat hij eerder liet zien. Dus het zet ook de boel voor even op scherp, hè? Nou, ik denk dat Verdonk misschien nog wel weggaat. Dat kan maar zo. En daar horen we niks over, maar we horen heel veel niet. Nee. En ik denk dat hij daarvoor gehaald is. Maar ik denk niet dat hij voor de bank gehaald is. Daar is hij te goed voor. Dat denk ik. Want het is wel een klasbak. Ja. Er komt wel iemand het veld in als hij dat veld in komt. Nou ja, goed. Bij prima clubs allemaal gespeeld. Precies. Dus hij kan wel wat. En hij is ook nog niet zo heel oud. Nee. Anders teken je niet voor 3 jaar. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Maar wat ik net ook uitlegde. Ik denk dus, het is een hele goede backup op dit moment. Omdat hij dus nog niet helemaal fit is. Tenminste, dat zijn de geluiden die ik heb gehoord. En dan... Ja, je kan het ook zien. Hij was clubloos deze zomer, dus hij heeft nergens kunnen trainen. Ja, ik denk dat ze, mocht Verdonk gewoon blijven, hem gewoon optrainen totdat hij fit is. Ja, dan zou hij misschien Verdonk zelfs overnemen. Want ja, als Verdonk toch weggaat, zijn contract uitloopt, ja, dan zit daar geen waarde meer in. Dan kan je even Aouyan laten spelen. Dus dat soort dingen, denk ik. Nou, is er ook nog een andere optie. TJ, die liet mij die weten via Instagram. Als jullie toch vragen hebben, dan heb ik wel een vraag. Want moet je met Thomas Aouyan, die eigenlijk te goed is voor op de bank, niet een ander systeem gaan spelen? En 5-3-2 dan maar gaan spelen? Ik zie iemand al lachen aan de overkant. Nee, dat kan toch niet. We hebben Sandler zometeen. Die gaat echt niet in een 5-3-2. Nee. Dat kan toch niet met Proper en Sano erbij. Dat gaat echt niet lukken. Ja, dat hebben we. Weet je wat ik dacht? We hebben de hele tijd gezegd van, we moeten juist niet te verdedigend. Laten we aanvallend voetbal gaan spelen. En dan moeten we nu met 5-3-2 gaan spelen. Ja, het is wel op zich, als je redeneert van, ja, we hebben Aouyan. En als je hem niet op de bank wil houden, is 5-3-2 een oplossing. Maar ik zou dat niet doen. Even kijken, nog een andere vraag. Ja, de spits, daar komen we zo meteen op terug. Daar heb ik ook nog wel wat nieuws over. Waarom start NEC altijd zo slow? Direct de baas zijn op het veld, zegt Leo V. op X. Nou, slow starters als tijdens de wedstrijd of in het seizoen. Ja, jij maakt hem eigenlijk van in het seizoen. Maar hij bedoelt het denk ik gewoon in het veld. Want dat zie je natuurlijk... Ja, inderdaad. Je mist af en toe wel dat ze er gelijk opklappen. Dat ben ik niet helemaal eens. Tegen Twente was het de beginfase, vond ik best wel sterk van NEC. De beginfase. Ja, je krijgt die goal tegen, maar dat was ook eigenlijk een moment uit het niets.
daarna nam NEC eigenlijk gelijk weer het initiatief. Uh-huh. Ja, AZ, dat was gewoon echt een fuckwedstrijd, weet je. Dat was gewoon slecht in alle opzichten. Dus ja, dan start je slow. Ja, ik weet het niet. We kunnen volgend seizoen even misschien bijhalen. Ja, waren we toen slow starters? Ja, 100%. Ja. Ja. Ik kan elke wedstrijdbespreking op mijn eigen kantoor met mijn collega's, dat gaat daarover. Ja. Wij vinden het zo raar dat NEC altijd zo afwachtend voetbalt, zeg maar, de eerste helft. En vaak ook nog een stukje van de tweede helft. En als het dan echt moet, dan gaan ze gas geven. Ja, ik vind dat wel. En ik vind dat die Leo een goede vraag stelt. Want ik vraag me dat ook wel eens af. Want ik vind dat best wel frustrerend. Nou, neem Twente. En dan ga je opportunistisch voetballen. Maar dan gebeurt er wat. Er gebeurde echt wat in de laatste kwartier. Ja, maar ik zeg toch, het begin tegen Twente was toch ook gewoon prima. Dat vond ik NEC veel beter. En Twente heeft 1 of 2 momentjes gehad. Dat was die goal en daarna nog de lat. En daarna, de eerste helft was gewoon voor NEC. Ja, maar ik vond ze ook, we hebben niet heel veel kansen gehad. En daar gaat het natuurlijk om. Dat je op een gegeven moment, we voetballen om doelpunten te maken en uiteindelijk te winnen. En kijk, je kunt wel heel goed voetballen, maar als je in de 16 niks doet. Het is op een gegeven moment het hele plaatje wat je moet zien. En ik vind dat inderdaad NEC eigenlijk ook vorig seizoen heel erg afwachtend begint vaak. En dan kun je wel balbezit hebben, maar dat wil niet zeggen dat je ook daadkracht hebt. En dat vind ik... Ik ben wel benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken tegen Zwolle. Want dat is wel... Bij Zwolle wordt, als ik een beetje inschat hoe de vorig seizoen hier gevoetbald werd... Nou, niet expliciet tegen PEC Zwolle, maar wel tegen andere clubs die vergelijkbaar zijn met NEC of eronder stonden. Dan merk je wel dat als je tegen voetballende ploegen speelt, NEC, dan waren ze gewoon veel beter. Hmm. En ik ben wel wat dat betreft best wel huiverig voor aankomende wedstrijd tegen PEC. Ja. Nou, laten we dan maar gelijk het bruggetje slaan naar PEC Zwolle. Want ik heb aan de telefoon, volgens mij is hij ook echt officieel de PEC Zwolle watcher van RTV Oost. Ik heb Nico Wantia aan de lijn. Nico, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daarin bij PEC Zwolle? Nou, nogal onrustig kun je zeggen. Het heeft te maken met een conflict tussen de clubleiding en clubicoon Bram van Polen, die 17 jaar in het eerste elftal heeft gevoetbald. Maar deze zomer een punt achter zijn voetbalcarrière heeft gezet. En het was de bedoeling dat hij een andere functie binnen PEC Zwolle zou krijgen. Alleen beide partijen zijn het niet eens geworden over de financiële voorwaarden. Van Polen heeft daar onlangs wat over geroepen in een uitzending van ESPN. Dat hij ook niet het gevoel had dat hij heel erg gewenst was bij PEC Zwolle. Daar is de achterban eigenlijk heel boos geworden op de algemeen directeur. Die ze zien als een passant die nu een clubicoon naar buiten heeft gewerkt. Dus tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord afgelopen zondag. Ja, keerde de aanhang zich ook tegen die algemeen directeur met spreekkoren en spandoeken. Na afloop van de wedstrijd stond er nog een boze groep supporters voor de hoofdingang, waardoor niemand naar buiten kon. Dus nogal onrustig rondom PEC Zwolle op dit moment. Ja, en dat is vooral eigenlijk buiten het veld. Maar zie je dat dan ook weer terug binnen in het veld, zeg maar? Nou ja, binnen het veld gaat het ook nog niet zo goed. Want als je de ranglijst erbij pakt, staat PEC Zwolle helemaal onderaan in de Eredivisie. Het heeft wel te maken met een zware competitiestart die ook zij hebben gehad. Want ze begonnen uit bij Utrecht. Dat was een 1-0 nederlaag. Nou ja, afgelopen weekend dus tegen Feyenoord thuis. Dat was een 5-1 nederlaag. En de komende weken blijft het nog even loodzwaar voor PEC Zwolle. Want tot met speelronde 6 staan er nog wedstrijden tegen NEC dus. En ook onder meer Twente en AZ op het programma. Dus voorlopig is PEC Zwolle nog niet weg uit de onderste regionen. Nee, nou was ik vorig jaar bij PEC Zwolle ook toen de uitwedstrijd NEC daar op bezoek kwam. En toen sprak ik daar ook met een aantal supporters en die zeiden ja, toen was het ook al wat onrust. Er was ook al wat onrust tussen de supporters en de directie. Wat speelt daar eigenlijk al die tijd? Ja, het is eigenlijk nooit rustig geweest op dat vlak. Ja, die algemeen directeur die heeft zich gewoon niet heel populair gemaakt. Want hij heeft ook vrij hard opgetreden tegen allerlei railschoppers bij PEC Zwolle. Er zitten een aantal behoorlijk rotte appels in de achterban. Het heeft ook al voor heel veel straffen gezorgd. PEC Zwolle wedstrijden zonder publiek heeft moeten spelen. Hele forse boetes heeft moeten betalen. Omdat er zoveel ongeregeldheden waren. Nou, die algemeen directeur probeert daar een eind aan te maken. Maar ja, dan neemt hij dus wel allerlei maatregelen die niet echt populair zijn bij de achterban. Want die zien hun mogelijkheden steeds verder ingeperkt worden.
Je zei een lastige seizoenstart. Dat kan ook wel als je met Uitme en Utrecht en daarna Feyenoord op bezoek krijgt. Wat was een beetje ook de doelstelling van PEC Zwolle? Is dat echt gewoon handhaving voor dit seizoen? Was dat in het begin eigenlijk al zo? Ja, dat is sowieso de doelstelling. Dat is vorig jaar relatief makkelijk gelukt. Ondanks het feit dat ze eigenlijk best veel blessures in de selectie hebben gehad, wisten ze toch vrij makkelijk veilig te spelen. En dat zal dit jaar ook weer de grote opdracht worden. Er zijn natuurlijk een paar goede ploegen vanuit de eerste divisie bijgekomen, die je ook niet zomaar onder je houdt. En voor PEC Zwolle zal het voorlopig nog wel even behelpen blijven, want die zoeken nog allerlei spelers, met name in de achterste linie. Is het allemaal wel heel broos. Ze zochten sowieso al nog een centrumverdediger. Maar daarna is Tristan Gooyer weggevallen. Die raakte in de eerste wedstrijd tegen Utrecht zwaar geblesseerd aan zijn knie. Dus die kunnen ze dit seizoen waarschijnlijk niet meer gebruiken. Thomas Lam is nog plotseling vertrokken vanwege privéredenen. Ook dat was een centrumverdediger. Dus eigenlijk moeten ze nog 3 centrumverdedigers erbij hebben. En dat terwijl PEC Zwolle een lege portemonnee heeft. En alleen maar transfervrije spelers kan aantrekken. Of huurlingen. Dus ja, dat maakt de opdracht er niet makkelijker op. En dan zoeken ze ook nog eens een verdediger die een beetje ervaring heeft. Want PEC Zwolle heeft op dit moment een hele jonge en onervaren ploeg. Dat maakt de opdracht voor de technische directeur er niet echt makkelijker op. Nee, dan zeg je, dan is NEC voor PEC Zwolle de volgende echt lastige uitwedstrijd. Zo zien ze dat ook gewoon? Ja, je merkt toch wel bij alle clubs eigenlijk wel het respect en het ontzag voor NEC. Met name voor het seizoen wel heel erg is toegenomen door natuurlijk de resultaten in de competitie en ook aan het buitenland. Maar toch ook wel vanwege de manier van spelen en de leuke spelers die jullie bij NEC hebben. Ik denk dat er heel weinig clubs zijn die graag tegen NEC willen spelen. En daar is PEC Zwolle zeker geen uitzondering op. En toch werd het vorig seizoen, PEC Zwolle, NEC PEC Zwolle, werd het 2-2. Niet eens onverdiend. Wat is er nou veranderd vergeleken met dat PEC Zwolle en het PEC Zwolle wat er nu gaat staan zaterdag? Nou ja, dat was wel de laatste wedstrijd vlak voor de bekerfinale. Dus ik had de indruk dat sommige spelers van NEC misschien dachten van laten we de benen maar sparen. Ja. Maar PEC Zwolle heeft wel een jasje uitgedaan hoor. De spits Lennartie is vertrokken. Younes Namli is een hele belangrijke pion die weg is gegaan bij PEC Zwolle. Die was heel erg creatief. En die rol moet nu een beetje worden ingevuld door Krastev. Dat is eigenlijk een middenvelder, maar hij speelt nu links voorin. Maar er moet alle creativiteit eigenlijk vandaan komen. Hij kan een mannetje passeren. Hij is heel goed in de passing en de combinatie. En hij kan ook een goal in liet zien. Maar daar moet het ook wel alles van komen. Als je hem een beetje weet uit te schakelen, dan heb je het grootste gevaar van PEC Zwolle wel een beetje ontmanteld. En achterin missen ze ook een heleboel spelers door het stoppen van Polen, het vertrek van Thomas Lam. Het is allemaal heel jong, heel onervaren. De verdediging is nog lang niet compleet. Dus ik denk dat daar zeker mogelijkheden liggen voor NEC om toe te slaan. Ja, het is nog even kijken hoe het mentaal zit bij PEC Zwolle. Met de tegenslag kan het ook zomaar in elkaar storten. Dat zie je natuurlijk wel vaker bij ploegen die relatief jong en onervaren zijn. Dat ze moeilijk met tegenslagen op kunnen gaan. Maar ja, dat is wel een aandachtspuntje voor PEC Zwolle. Want tegen Feyenoord is een nederlaag ingecalculeerd. Maar ja, het kan niet zo zijn dat je 34 wedstrijden bij de minste of geringste weerstand meteen in elkaar stort en helemaal uit elkaar valt. Dat wordt ook een heel lastig seizoen. Goed, het wordt een lastige klus voor PEC Zwolle, zeg jij dus aanstaande zaterdag in de Goffert tegen NEC. Maar gaan het zien in ieder geval. In Nijmegen hebben ze de punten ook nu wel echt hard nodig naar de twee verliespartijen. Dus het wordt een interessante wedstrijd, Nico. Ja, maar ik denk dat jullie zaterdag wel van de nul af zijn hoor. Maak je geen zorgen. Nou ja, ik heb het al vaker een watje horen zeggen. Ja. Maar viel het toch andersom. Dus we gaan het zien. Nico, zien we elkaar zaterdag? We moeten de verdeling nog maken, maar ik ga mijn best doen om erbij te zijn. Oké, ja, anders zie ik timen natuurlijk. Ja. Is goed. Dankjewel in ieder geval dat je even in de podcast wilde komen. Nico Mantia van de RTV Oost. Fijne avond. Ja, als ik dat zo hoor, dan moeten wij ons geen zorgen maken. Maar daar word ik altijd nerveus van. Nou, waar ik heel vrolijk van word, is dat er gewoon een man uit Zwolle gaat vertellen dat er heel veel respect is voor onze club. En dat wij, weet je, want we hebben het net over dat nuilen, over dat klagen, meien oud. Maar als je dan gewoon iemand hoort die eigenlijk onafhankelijk naar onze club kijkt, dan wordt er gewoon met heel veel respect gesproken. Dat vind ik toch wel erg mooi.
Ja, en daar wil ik ook eventjes iets op aanhaken. Want ik zag ook op X wat voorbij komen over afgelopen zaterdag. Hè, dat wij met 1-0 verloren bij AZ. Maar dat er nog zoveel gezang en feest van de tribune kwam. Dat wordt zo gewaardeerd. Want daar krijgen wij dus complimenten. Ik zat daar in het stadion dan ook. Maar en die mensen zeggen, wat is dit toch geweldig. Want het overstemt het hele stadion. En dat gaat 90 minuten door. Ja, en het leuke is, ik heb er ook wel eens tussen gestaan. Wel nog vaak, vooral in de tijden bij Den Bosch uit en zo. Maar soms is het ook wel leuk om gewoon door te blijven gaan. Ook al sta je achter. Weet je, kun je jou het dan aan één kant verrekken. Het is nee, toch leuk ook staat, om... Kijk, als je met 5-0 achter staat, vind ik het dan een ander verhaal. Ja, okay. Maar je staat 1-0. Voor hetzelfde geld valt hij 1-1 nog. Ja. Dat had ook zomaar in zo'n wedstrijd nog toevallig kunnen vallen. Ja. Maar dat sfeertje wat ze meebrengen, dat is ook een beetje het respect wat ik overal wel terug hoor. Van, ja. Dat vinden ze wel mooi, hoor. Ja, maar dat is het ook. En als je dan naar credits wil uitdelen, dan ligt dat echt bij Legio met die groep. Die neemt dat hele uitpubliek nemen ze mee. Ja. En iedereen vindt het mooi, iedereen vindt het leuk. Mijn eigen kinderen zitten er ook vaak bij en die zeggen dat ook, dat is echt geweldig. Niet altijd, want soms denken ze, nou is wel genoeg gezongen. Maar in de mix genomen is het gewoon echt... Ja, het is de complimenten aan Legio. Echt knap hoor wat ze gedaan hebben. Het is echt een feestje in de wedstrijd. Ja. Het is echt gewoon een avondje met vrienden weg en gewoon lol maken. Ja. En nou ja, natuurlijk wil je wel dat NEC wint. Iedereen gaat daarheen natuurlijk omdat ze willen dat NEC goed voetbalt. En nou, dat is een compliment in ieder geval naar die kant. Het leverde ons geen punten op, maar het is wel de goodwill die nou ook hoort. De Volcade strijd gewonnen. Ja. Nou ja, die hebben wij toch ook gewonnen in de Kuip. Ja, maar dat is altijd wel zo. Die speelden we ook. Goed, we gaan nog even naar vragen toe. Zullen we maar gaan behandelen, want wie wordt de nieuwe spits? Jaap van der Geer en Enzo vroegen zich onder andere dat af. Ik dacht dat de spits was. Nee, dat is niet de spits. Maar ik heb wel nieuws, want er is meer podcast over voetbal. Clubs en ook die van Cambuur. Daar wordt een heuse podcast over gemaakt door Omroep Friesland. En daar is de naam genoemd van Milan Smit. NEC zou bezig zijn met Milan Smit. Nou, lekker. Omroep Friesland. Laten we die de penalties nemen, want die heeft er 2 gemist afgelopen zondag tegen Helmond. Ja. Dankjewel. Die is afgeschreven. Laat het maar daar mooi zeggen. Nee, maar serieus, hij heeft het wel oprecht. Dat wel, ik maak het even grap. Hij heeft het wel gewoon goed gedaan. Hij heeft bij Cambuur... Ja, hoe speel je 38 wedstrijden of zo per seizoen? Nou, hij heeft 19 gescoord. Milan. Ja, Milan Smit. Toto KNVB-beker heeft hij er volgens mij 5 ronden tegen Vitesse ook gescoord. Nou, 5 doelpunten. Plus 19. Nou, tel maar uit. Het zijn toch aardige cijfers voor in de KKD. Nou ja, laat hem hierheen komen. Ja, prima. Maar is dat dan de beloofde naam of zou dit een van de zijn? Want hoe oud is die jongen? 21. 21, dan is het een toekomst... Ja, dat is voor de toekomst. En dat vind ik niet eens heel gek, want laat het maar achter Kokkie groeien. En dan in één keer staat het er. Hoop je dan, hè? Maar... Is voor jullie Kokkie gewoon de eerste spits? Ja. Moet dat ook gewoon zo blijven? Dat ligt eraan wie er komt. Op basis van vorig jaar? Ja. Het zou toch raar zijn dat je een speler haalt die uit Japan komt, waar je heel veel voor moet betalen. En dat je die dan op de bank gaat zetten. Ja, maar ja, zo... Nee, maar ik denk dat als we hebben Kokkie nu voor hoeveel jaar? 4 jaar vastgelegd? 3, dacht ik, ja. Ja, met de optie van nog een jaar dan. Ja, dat zou. Ja. Ja, nee, maar goed, weet je, deze speler die heb je niet voor niks gehaald. En ik denk, die speelt ook in het Japanse elftal toch, af en toe. Dus ik denk dat je die jongen gewoon moet laten spelen. Ja, weet je, en in principe... Ze hebben hem ook hier gehouden inderdaad, omdat het voor zijn vrouw en zijn toekomst, zijn kind die inmiddels geboren is, nee, moet ik zeggen. Hij is nog zwaar. Ja, hij knalt wel door, die Kokkie, hè? Hij scoort hier alleen binnen het veld. Ik weet in ieder geval dat zijn vrouw of vriendin in ieder geval zwanger is. Nou, lekker man. En, maar goed, voor hun was het ook wel fijn dat ze in Nijmegen konden blijven, want ze waren hier toch wel gezetteld inmiddels. Ja, ja. Maar goed... Als trainer mag je daar eigenlijk geen rekening mee houden. Nee, maar omdat je ook hoort overal, we moeten een echte goede spits halen. Maar als je toch een naam gaat halen als spits, Harold, dan ga je die niet op de bank zetten. Nee, we hebben met Kokkie hebben we een speler vorig jaar binnengehaald die heeft laten zien. Wat wij graag in Nijmegen willen zien, een speler die sleurt, die ballen vasthoudt, die paas kan geven aan die rechts en links buiten. En die hebben wij gewoon een tijd niet gehad. En dit is gewoon een hele goede spits voor ons. Maar Harold, als je met Sam Lammers bezig bent, dan ben je toch niet bezig met... Dat Kokkie was einde Kokkie geweest. Kokkie wordt eerste spits, of wel? Nee,
Dat klopt. Maar als je die kans krijgt, dan mag toch ook als club zijn en zeggen... zetten wij hem in de spits. Ja, maar misschien zijn er dus nog wel meer van dit soort kansen waar we nou niet weten. En deze ook nog eventjes uit koken vallen. Ja, prima. Dus het is volgens mij dan niet zeker voor NEC van dat Koki per se de eerste spits moet zijn. Nee, maar weet je... Ja, wat je net zei over Koki klopt wel. Laten we bijvoorbeeld PEC Zwolle volgens Zoom pakken, 2-2. Koki, hele wedstrijd niet gezien. Die heeft 10 minuten 2 doelpunten gemaakt voor mij. Een penalty en een hele knappe kopbal. Ja, daar kunnen we nu in één keer weer gaan roepen. Ja, we willen een technische spits. Maar we hebben altijd geroepen toen we Ali Akman hadden... en toen we die maat hadden. Wat allemaal snelle, besterke, bewegelijke, weet ik niet wat ze allemaal hadden. Maar doelpunten, ja, die maten scoorden dan 5-6 penalties op een gegeven moment. Maar Koki is wel de spits die wij willen hebben. En nou ja, je weet natuurlijk niet wat eraan komt. Als zometeen weer een spits in het kaliber Bas Dost komt... zeg ik altijd... gooi hem in de basis. Maar Bas Dost was toch eigenlijk ook vergelijkbaar met Koki? Nee, Dost is toch wel veel beter dan Koki. Ik heb het over de type speler. Ja, oké, dat wel. Ja. Maar wel dan een betere versie. Ja, maar Koki is heel jong en Dost is 36. Al heel jong. Koki is ook nu 27, hè? Maar denk je dat Koki start tegen PEC? Gaat hij dat redden? Ja, dat gaat hij redden. Ja, dus hij gaat starten. Ja, dat gaat wel... Nee, er is niks mis met Koki. Dat scheelt wel weer een sok op een borrel dan. Hè? Ik bedoel, hij is niet angstig. Hij voelt zich lekker. Dus volgens mij heeft hij zich ook zelf ook fit gehouden in die tijd dat hij wat... Ja, dat kan ook, want je hebt niks aan je benen. Ik zie hem geregeld hardlopen bij ons. Dus ja. Hij is geregeld in sport. Ook, nou, goed ook buiten. Maar als ik die man van PEC Zwolle net hoor, hoe heet die bij de Nico? Nico net hoorde, dan moet hij ook wel beginnen. Ja. Koki. Je moet, als ik het zo hoor, moet je er gewoon gelijk opklappen. Want die gasten zijn dus mentaal helemaal niet goed. Nou, wat ik dus net tegen jou zei. Eigenlijk moeten we dus inderdaad nu eens proberen tegen PEC Zwolle snel te zijn. Ja, snel te scoren. Ja. Ja, als je dat nu tegen PEC Zwolle doet, dan ben je... Ik denk dus als hij zo de 1-0 gewoon snel maakt, dan hij hem al binnen bijna. En Sano ook aan de buitenkant te zetten. Nee. Lekker veel snelheid. Nee, want Sontje Hansen is voor mij nog steeds niet vet. Nee, ja. Ja, maar die is dan al... anderhalf seizoen niet vet. Ja, dat is het hele probleem met Sontje Hansen bij NEC. Maar wat is er dan met hem? Want ja, kijk, hoe vaak hebben we nou... Jan Peters was altijd heel fel daarop, hè, toen hij hier zat. Sontje, oud is hij? 20, 21, misschien nog ouder, maar begin 20. Hij noemt het een groot kleinkind. Ja, hij moet heel erg nog leren voor zichzelf te zorgen. Hij ben dus wel vader geworden. Of hij wordt vader. Hij is vader. Hij is vader geworden. De laatste keer naar buiten lopen met zijn kind op armen. Nou... Waarvan ik wel durf te zeggen. Nee, maar het is toch een lang verhaal. Hij is gewoon niet fit, zeg jij. Ja, hij is gewoon niet fit. Dat is belachelijk. Ja, dat is als dat het verhaal is, dat hij de wekker niet moet zetten. Of moet zetten omdat hij anders zijn bed niet uitkomt. Ja andersom juist. Hij moet het bed in. Maar goed, omdat we lopen in de tijd. Dus jij zegt geen Sontje Hansen dan? Nou ja, als hij niet fit is, zou ik er niet mee beginnen. Als hij fit is wel. Ja, ik zeg ja. Ik heb liever dat je ermee begint. Om snel doelpunten te maken en dan vervolgens in de tweede helft te wisselen. En vorig seizoen is hij toch ook vaak gestart. En dan wissel je hem wel in de 70ste minuut. Maar ik heb liever dat hij start. Je moet in ieder geval wel snel een doelpunt maken tegen PEC. Dat is wel duidelijk. Ja. En dan een Robert dan op 10? Ja, dat zou ik wel doen. Of op rechts dan. En dan als Oaisa en dan Oaisa op 10. Oaisa op 10, ja. Ja, zoiets zou ik wel doen, ja. En dan gaan we maar een schot voor de boeg doen. 3-1. Ja. Oh, ja, daar had je al over nagedacht. Ja, dat was niet zo moeilijk. Zeker niet na dat gesprek net. Nee. 3-0. 3-0? Ja. Dan ben ik iets... ik zeg 2-0. Ah, kan ook. Prima. De 0 houden. 3 punten. 3 punten. Dat is toch veel belangrijker, denk ik. Ja, dus, zeker. Zaterdag wordt de wedstrijd gespeeld. Het is alweer een zaterdagwedstrijd. 7:15. Ik zie jou even weer aan het kijken. Ja, vind je dat niet leuk? Bord op schoot wedstrijd. Hoezo bord op schoot? Gewoon in de Goffert. Kom eens. Ja. Ja. Nee, ik vind op het de niks. Vervelende stoeltjes. Nemen jullie trouwens jullie oude stoeltjes ook mee? Dat is op zich een goeie. Die gaan staan. Ja, die zet ik er gewoon overheen. Staanplaatsen, ja. Winst in ieder geval. Dat voorspellen wij voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Of dat ook zo is. Altijn, dat gaan we natuurlijk zaterdag meemaken. De wedstrijd is ook weer live op de radio te volgen. En ik ben er later deze week met de voorbeschouwing natuurlijk op die wedstrijd in de NEC-update. Met dan ook interviews. En heb jij een leuke suggestie als je zegt van Maurice, die speler moet je echt eventjes gaan vragen. Die moet je voor de camera. Laat het dan even weten. Dat kun je doen via een DM'tje bij mij. Dit was dan weer de podcast voor deze week. Ik zeg graag tot de volgende!